Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En in deze video wil ik het gaan hebben over het feit van inademen. Want veel mensen hebben het gevoel dat ze niet volledig kunnen inademen. Dus dat zeg maar iets hun tegenhoudt om volledig hun longen te vullen. En in deze video wil ik een mooi osteopathisch principe uitleggen. Dat ik zeg maar verschillende voorbeelden geef wat dat zou kunnen veroorzaken. Maar natuurlijk is het altijd belangrijk om te weten dat er ook gewoon dingen mis kunnen zijn met je longen of met je hart of wat dan ook. Waardoor je daar ook niet lekker kan door inademen. Dus ik raad altijd even aan om langs een professional te gaan, zoals bijvoorbeeld een huisarts of een osteopaat, om te checken of er eigenlijk niks aan de hand is. Nou, voordat je begrijpt wat er mis kan zijn, moet je natuurlijk even weten hoe normale ademhaling werkt. Dat doen we weer even aan de hand van dit anatomisch model. Hier ziet je de longen en hier zie je de ademhalingsspier, het diafragma. En die zit dus zeg maar in de romp. De longen die vullen zich op het moment dat ze groter worden. Dan worden ze zeg maar volgetrokken met lucht. En hoe worden ze groter? Dat gebeurt als deze spier, het diafragma, zich aanspant. En dan gaat zeg maar dit gedeelte, dat gaat naar beneden en dan vullen de longen zich. Wanneer kan deze spier niet goed functioneren? Dat is wanneer hier van de onderkant zeg maar druk wordt gegeven tegen die spier. Dus die kan niet goed dalen. En dan is natuurlijk aan jou de vraag, hoe kan je die druk geven? Of wat geeft die druk aan de onderkant? Nou, dat zal ik even laten zien. Nou, hier zie je het model weer. Alleen ik heb even wat dingen toegevoegd. Kijk, want dit ligt zeg maar bij een normaal mens, ligt dit onder het diafragma. En dan zie je hier bijvoorbeeld de lever. De lever die kan natuurlijk wat bijvoorbeeld zwellen. Als je bijvoorbeeld heel veel alcohol hebt gedronken, dan zal die wat zwellen, want er komt nog meer bloed naartoe, want al het alcohol moet uit je lichaam worden gehaald. Dus die zwelt wat. Hier zie je bijvoorbeeld de maag, daar kan van alles mee gebeuren. Er liggen hier nog meer organen onder. Maar even als voorbeeld noemen we even de lever. Wat bijvoorbeeld kan gebeuren, de lever die moet natuurlijk zijn bloed kwijt. De lever die brengt het bloed terug naar de hart. Maar het kan zo zijn dat zeg maar die afvoer van dat bloed, dat het zeg maar wordt ingeklemd. En dan krijg je zeg maar file. En wat gebeurt er dan? Dan gaat zeg maar het hele gedeelte onder dat afklemmingspunt, krijg je dus file en het gaat zeg maar wat zwellen. En in osteopathie noemen we dat congestie. Het wordt zeg maar dikker, dan krijg je zo'n hele opgeblazen buik, om het zo maar te zeggen. Omdat het bloed, wat van de lever naar het hart moet gaan normaal gesproken, niet gemakkelijker weg kan. Nou, en wat heeft dat voor gevolg? Het diafragma kan dan niet makkelijk dalen, waardoor je dus niet makkelijk kan inademen. En dan is er op zich niks mis met het diafragma, zeg maar met die ademhalingsspier, maar met het feit dat het bloedvat, wat van de lever naar het hart loopt, dat zeg maar wordt ingeklemd, zodat het bloed niet makkelijk weggaat. Dus de osteopathische manier om dat te behandelen zou dus zijn om die spanning rondom dat bloedvat dus weg te halen. Maar er zijn ook nog andere manieren waardoor het diafragma minder makkelijk zou kunnen zakken. Je kan natuurlijk ook denken, als het diafragma zakt, dat wil zeggen dat je hier ook ruimte nodig hebt, hier. En stel je voor, je hebt bijvoorbeeld een enorme longontsteking gehad. Dan kan het zijn dat zeg maar deze hele long, dat die zeg maar verkleefd is met de zijkant en hier met de onderkant van diafragma en met de ribben en dergelijke. Het kan bijvoorbeeld zijn, met een ontsteking krijg je al dat vocht en daarna gaat het vocht weer weg en dan wordt het zeg maar wat aan elkaar verkleefd. Dus dat glijdt wat minder makkelijker. Dat kan ook tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld het diafragma wat minder makkelijk kan zakken. Dus dat is ook weer een andere mogelijkheid waardoor het diafragma minder makkelijk zou kunnen zakken. Een derde reden waarom het diafragma misschien niet goed wil zakken, is omdat het diafragma krijgt natuurlijk een zenuw. En die zenuw die komt uit de nek. En die zenuw die zie je hier lopen. Ik zal een beetje inzoomen, zo. De nervus phrenicus heet die. En je kan misschien wel voorstellen als die nervus phrenicus ergens wordt ingeklemd, zeg maar een beetje wordt geïrriteerd, dat het aanspannen van het diafragma minder goed gaat.
En in de ergste gevallen is dat traumatisch. Kan je bijvoorbeeld denken aan een whiplash of aan een dwarslesie. En dan kan zeg maar die fenicus totaal niet meer werken. Maar het kan ook wat functioneler zijn. Dus als je bijvoorbeeld heel veel spanning hebt hier in die nek. Ik wil je nog een andere video over maken waarin ik dat nog wat dieper uitleg. Maar voor nu is het belangrijk om te weten. Je kan dus onder het diafragma congestie hebben. Zodat hij niet makkelijk kan zakken op die manier. Je kan boven het diafragma kan je zeg maar, ja, ik noem het maar even met een heel slecht woord, verklevingen hebben. Zodat hij zeg maar daar wat minder makkelijk kan zakken. Of de aansturing, de zenuw van het diafragma kan zijn aangedaan. Waardoor gewoon die spier op zich niet goed werkt. Dus drie mogelijke osteopathische oorzaken die als osteopaat over het algemeen heel goed kan behandelen. Waardoor het diafragma beter zakt. Nu is het natuurlijk ook belangrijk om te weten dat dit natuurlijk maar verschillende opties zijn. Hè. Wie weet ben je gewoon heel passief en moet je gewoon eens een keer van die bank afkomen. Omdat het diafragma gewoon niet sterk genoeg is. Daarom zou ik altijd even aanraden, ga langs een osteopaat. Die kan prima inschatten wat bij jou de oorzaak is. En wie weet zegt hij gewoon tegen jou van, hup, je moet eens gaan trainen. En wat minder op die bank zitten. Wil je een keer bij mij langskomen? Ik heb een gratis spinecheck. Dan gaan we in een kwartiertje kijken waar de klachten ongeveer vandaan komen. En dan zal ik precies uitleggen of ik wel of niet iets voor je kan betekenen. Dit was het voor vandaag. Tot de volgende keer.